Yo mensen, Jeroski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want er zijn op dit moment nog een aantal veldjes die moeten worden ingezaaid met een nieuw gewas. En om die reden ben ik ook met de McCormick alvast naar de winkel gereden, want dan kunnen we namelijk een nieuwe machine gaan huren. En dat gaat een suikerrietplanter worden. Waarom? Eerste reden, we hebben nog nooit suikerriet verbouwd. Tweede reden, wij hebben suiker nodig, want de suikerfabriek heeft geen voorraad meer. Dus heb je er vandaag nu weer zin in? Ram dan natuurlijk kaart, blijkt nog straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. De planter welke ik ga huren is de PCP 6000 met een werkbreedte van 3,5 meter. En dat is voor een suikerrietplanter heel erg hoog. Maar om hem te kopen is het 60.000 euro, maar om hem te huren is het 3.000 euro. Dus dat is echt wel een mooi bedrag. En het enige wat we dan nog nodig hebben is wat zakken zaad. Dus ik koop er in één keer 8 tegelijkertijd. Mochten we overhouden, kunnen we dat altijd in onze voorraadtank gooien. En mocht het allemaal opgaan, dan is het mooi meegenomen. 800 euro per stuk, dus in totaal 6400 euro. Dat bedrag is ook afgeschreven van de bankrekening. En dan kunnen we gaan aankoppelen. Dus de motor van de McCormick kan worden gestart. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel tijd dit in beslag gaat nemen. Want sommigen van jullie hadden gereageerd van Jan, heel erg veel succes met je suikerriet. En de reden waarom ze heel veel succes zeiden is omdat dit een hele lange taak is. Maar aan de andere kant, als het heel veel suiker oplevert, dan is het natuurlijk mooi meegenomen. Dus als allereerste gooi ik de complete wagen vol met 8000 liter aan zaadjes. Dus je ziet het zaad erin komen. En het gaat er allemaal makkelijk in. Ik heb geen idee hoeveel zaadjes of hoeveel suikerrietplantjes er ook in de grond gaan worden gestopt. Dus misschien moeten we op een gegeven moment zaadjes bijhalen. Maar de complete 8000 liter aan zaadjes zit in de wagen. En waar ik de suikerriet wil gaan inplanten is veld 47, 48 en 49. Oftewel, dan moeten we hier links afslaan, want dan gaan we over de boerderij heen. En dan gaan we beginnen met de allereerste taak van vandaag. We zitten op dit moment in de maand augustus. Dus het is mooi weer. En in de maand augustus is er ook geen enkel gewas dat we kunnen gaan verkopen. Oftewel de eieren laten we staan, de honing laten we staan, de sla laten we staan. Alles laten we staan. En wij moeten veld 48 en 49 nog wel even ploegen. Maar we kunnen gaan beginnen op veld 47 aan onze rechterkant. Dus het beste om te doen is om eerst even zelf een rij te maken. En de rest van het werk over te handigen aan een helper. En ik moet hem ook nog uitklappen. Daar gaat hij. Interessant. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Interessant. Nice. Dan moet ik hem aanzetten. Laten zakken. En dan is de kwestie van rechtdoor rijden. En je gas ingedrukt houden. Oh, kijk hoe snel die zaadjes opgaan. We hebben nu al 100 liter er doorheen. We hebben nu al 200 liter er doorheen. Dit gaat dus heel snel op. Daar was ik al bang voor, want ja, de tank is zo groot. Dan kan je het al een klein beetje verwachten dat de suikerriet er ook heel snel doorheen gaat. En dat is het geval. Dus wat ik wil gaan doen, is ik wil wel even gaan opschrijven wat de kosten zijn voor alle zaadjes die we er nu doorheen gaan jagen. Want dan moeten we dat later natuurlijk gaan uitrekenen of het wel waard was om zoveel geld uit te geven aan alle zaadjes. En ook tegelijkertijd aan de tijd dat het kost. Want de maximale werkbreedte is 3,5 meter. Dat zijn 1, 2, 3, 4 rijen. Net de vijfde rij niet. En dat is dus gewoon heel erg intensief. Terwijl als we een ander gewas planten, dan hebben we een werkbreedte van 15 meter. Of een werkbreedte van 12 meter. Of misschien zelfs nog groter in de toekomst. Dus, weet je, het kost wel heel veel tijd. Maar aan de andere kant kan het heel veel opleveren. Dus de tweede rij is bijna voltooid. En nu ben ik even aan het nadenken. Want als ik die kopakkers meepak, dan wordt het met het oogsten heel erg lastig. Want we leggen namelijk de banen in rechte banen neer op dit moment. Dus als ik de kopakkers meepak in tegengestelde richting, dan klopt het niet meer.
Ik ga gewoon een helper aan het werk zetten, dan zien we het vanzelf wel. Bart die heeft de eerste rij alweer voltooid. En het enige wat we later nog moeten doen is er 2 keer met kunstmest overheen gaan. Want het is letterlijk op de meeste plekken 0% bemest. Dus dat is wel iets wat we in de gaten moeten houden. Maar ja, dan kunnen we de ene maand er 1 keer overheen gaan. De andere maand meteen de 2e keer eroverheen gaan. En voor de rest kan het gewoon rustig gaan groeien. Dus Bart die blijft aan het werk. Dan ga ik eventjes de case tracker ophalen. Want dan kunnen wij namelijk veld 48 en 49 gaan ploegen met onze mega ploeg. De hulptroepen zijn gearriveerd. Want Bart die kan op dit moment niet keren omdat de ploeg in de weg staat. Dus we gaan die meteen even voor hem weghalen. En dan kunnen we het beste aan de andere kant van dit land beginnen met ploegen. Want dan heeft niets en niemand er last van. Het land hierachter, oftewel land 50 en 51, die zijn wel al volledig geploegd. Alleen, daar moet nog een gewas op komen. Dus ik zat zelf een beetje te denken om haver in te zaaien. Want dat kunnen we gaan veranderen in bloem. En we kunnen natuurlijk gaan voeren aan de kippetjes. En omdat onze silo al heel ver gevuld is met tarwe, vind ik het zonde om opnieuw tarwe te gaan inzaaien. Dus ik denk dat we op het veld achter ons haver gaan inzaaien. Want voor de rest hebben we op dit moment niet een bepaald gewas per se nodig. Alle fabrieken zijn goed voorzien. Behalve dat de zuivelfabriek binnenkort weer wat melk nodig heeft. Dus dat moeten we wel in de gaten houden. En voor de rest verloopt alles uitstekend. Ik heb wel een aantal fabrieken opgezocht. Oftewel in de toekomst kunnen we ook een visfabriek gaan maken. Een cookiefabriek gaan maken. Een donutfabriek gaan maken. Dus dat is wel handig om daarmee te gaan uitbreiden. Want je kan zelf ook nagaan dat als je meel verkoopt, dat je €1 per kilo ervoor krijgt. Maar dat als je donuts verkoopt, dat je €5 per kilo ervoor krijgt. Dus dat is echt heel erg handig om op die manier te gaan uitbreiden. Maar de allereerste fabriek die we op dit moment nodig hebben is een bakkerij. Dus daar hebben we eerst geld voor nodig. Later kunnen we alles gaan uitbreiden. En ik ben zo blij met deze ploeg, joh. Moet je kijken. Die werkbreedte is echt bizar. En we zijn dus ook binnen een muur van tijd klaar met het ploegen van dit complete veld. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dit veld niet al eerder had geploegd. Maar ik denk eigenlijk heel eerlijk dat ik het was vergeten. Want de ploeg die lag wel op zijn plek. Dus ik had hem wel al klaargelegd. Ik was er alleen nog niet aan toegekomen. Dus we laten hem hier weer zakken. Want dan pakken we namelijk dat uitsteekseltje mee. En dan is het daarna in rechte baan heen en weer rijden. En dan is het hele veld klaar. Bart is ook nog druk aan het werk. Je ziet hem daar aan de zijkant naar ons toe rijden. En dan komt het mooi uit op deze manier, want wij zijn zo meteen alweer weg als hij hier is aangekomen. We hebben geen last van elkaar. En dan is het de vraag, gaat dit stuk in 1 keer lukken? De ja of de nee? En ja, makkelijk. Laat hem maar zakken. Rechte lijn vooruit. En dan moeten we alleen nog even opletten dat we aan de rechterzijde nog eventjes dat uitsteeksel meepakken. En dan kan de ploeg worden opgeborgen, want de komende maanden hebben we hem niet meer nodig. Hij past niet in de garage, hij past ook niet onder de overkapping. Dus we moeten even creatief zijn over waar we hem neerzetten. Maar ik moet je zeggen, ik vond hem bij de bakkerij of bij de molen, vond ik hem wel goed staan. Dus ik denk ook dat ik hem daar weer opnieuw ga neerzetten. Oppassen voor de meneer die er loopt. Goedendag jongen. Het gaat een beetje stoffig hier worden, maar dat zoek je zelf maar uit. Helemaal de ronding meepakken. En dan op deze manier weer langzaam terug naar het veld. En kijk even naar onze bomen tussendoor. Die bomen die worden langzaam maar zeker echt al groot. En ze hebben nog wel een jaar nodig om volledig volgroeid te zijn. Maar het begint er wel op te lijken. Dat kan zoveel geld gaan opleveren, die bomen. Dus de ploeg kan omhoog worden gehaald. En die kan ook automatisch worden ingeklapt. En dan tegelijkertijd denk even na. Want als we hem willen opbergen bij de molen, dan moeten we over het bruggetje heen zonder leuningen. Dus dan moet ik even omrijden. Want het bruggetje hier voor ons, die heeft wel leuningen. Dus daar kunnen we niet overheen. Dus oh, er komt een auto aan. You kidding me? Verkeerde timing, rode auto. Ik ga voor je aan de kant. Ja, ga er maar langs. Doe je ding. Dankjewel. Oppassen voor de bordjes. Over het bruggetje heen. Vlak langs de rand van ons eigen veld. En dan uiteindelijk komen we op onze plaats van bestemming. Want dan kan die in zijn achteruit
hier tegen de reling worden aangezet. In de toekomst kunnen we altijd kijken of we hem echt droog kunnen opbergen. Maar het probleem is dat het zo'n yuku is. Het is heel erg handig, maar het is tegelijkertijd ook een probleem. Wat ik dan doe, is ik haal heel eventjes de zijmachine op. Want dan kunnen we namelijk ook meteen gaan beginnen met het inzaaien van veld 50-51. Kunnen we eventjes gaan multitasken. Want het liefste wil ik wel deze maand alle gewassen in de grond hebben, zodat het ook allemaal kan gaan groeien. Al zie ik bij de weersverwachtingen staan dat het zo meteen gaat regenen. Dus het is een klein beetje een race tegen de klok, want de druiven moeten ook nog geoogst worden vandaag. Dus ik moet zo meteen even kijken naar de weersomstandigheden, want als het echt zo meteen gaat regenen, dan kunnen we het beste eerst de druiven doen en dan pas het land inzaaien. Dus we selecteren eventjes haver. En dan gaan we vanaf hier ermee beginnen. Er zit nog genoeg zaad in de machine. Er zit ook nog genoeg kunstmest in de machine. Dus dat hebben we de vorige keer allemaal goed aangevuld. En dan kan die worden aangezet. Kan die naar beneden worden gehaald. Even de hulplijn uitklappen. En dan zijn we vertrokken. Nice! Er liggen hier en daar wel wat steekjes op het veld. Maar als we er zo meteen met de roller overheen gaan, dan drukken we die stenen weer terug het land in. Dus op die manier hebben we er geen last van, omdat het geen hele grote stenen zijn. Maar het zijn allemaal hele kleine, minuscule witte steentjes. Dus gelukkig hebben we daar ook niet heel veel last van. En als ik bij de weersverwachtingen kijk, dan zie ik dat het pas om 3 uur gaat beginnen met regenen tot ongeveer 5 uur. Dus daar moeten we geen last van hebben. Nee, dan zijn we wel klaar, denk ik. Ja, dan moeten we wel klaar zijn. Bijna op het einde. Dus de machine kan omhoog worden gehaald. En dan moet ik even kijken dat we niet in de penarie komen te zitten met onze eigen bomen. Want als ik hier heel scherp draai, dat kan deze machine. Dan kunnen we nu weer een stuk vooruit. En dan nu weer een stukje achteruit. Dan kunnen we heel veel die kopakker meepakken, zodat we zo meteen wat makkelijker kunnen keren. En zodat we niet terechtkomen op het treinspoor. Want die trein die rijdt om de 30 minuten langs, denk ik. Dus ja, liever niet dat we op dat treinspoor komen. En ook liever niet dat we erop vast komen te zitten. Dus vandaar dat ik even de kopakker meepak. En dan kunnen we zometeen hier ook wel een helper voor inhuren. En ik denk ook dat we wat vaker met helpers moeten gaan werken. Want de velden die worden vele malen groter. En als we het allemaal zelf moeten blijven doen, dan gaat het heel veel tijd kosten. Dus gelukkig hebben we heel veel helpers tot onze beschikking. En kunnen we die dus ook allemaal gaan inhuren om ons te helpen op de boerderij. Hier even oppassen. In ze achteruit. Terugdraaien, terugdraaien, terugdraaien. En dan weer vooruit. Want dan kunnen we vanaf hier even wachten. Hier weer laten zakken. En dan op die manier terugrijden. Zodat we een mooi plekje hebben gecreëerd om makkelijk te kunnen keren. Heb ik serieus de hele tijd al mijn knipperlicht naar links aanstaan? Want ik heb het helemaal niet doorgehad. Die mag uit. De zwaailampen mogen ook uit, want die zijn voor op de openbare weg. Maar ik had oprecht niet door dat al heel de tijd mijn knipperlicht aanstond of uitstond of knipperde. Hoe wil je zeggen? Vorige keer was iemand boos geworden omdat ik zei dat mijn knipperlicht... Wat zei ik nou? Ik doe mijn knipperlicht uit, zei ik. En iemand die was boos geworden omdat het is, ik doe mijn knipperlicht aan. Maar ja, je kan... Oudere mensen, oftewel ik, die zeggen uit. En jongere mensen zeggen aan. Maar het kan allebei. Zolang die maar knippert, dan gaat hij aan en uit. Maar wat ik doe, is ik stuur even een helper op dit veld. En dan kan hij deze taak gaan afmaken. Want dan kunnen wij namelijk een druivenoogstmachine gaan huren. En ik heb zo gevoeld dat dat best wel duur gaat worden. Wij hebben de keuze uit 2 verschillende machines. Namelijk een Nieuw-Holland of een Aero. Of Aero. Of Aero. Of Aero. Ik zou niet weten hoe ik het moet uitspreken. Maar ik wil gaan voor de Nieuw-Holland. Want ja, die vind ik er mooi uitzien. Alleen is die wel net €2000 duurder. Want om hem te kopen kost hij €242.000. En dat geld hebben we simpelweg niet. Maar om hem te huren kost hij €12.342. Dus dat geld gaat van onze bankrekening worden afgeschreven. Dus zet de motor maar aan.
Zet de verlichting maar aan samen met de zwaailampen en dan zijn we officieel vertrokken. En wat ik heb gedaan is, ik heb even de €12.400 om dit voertuig te huren opgeschreven. Want wat we dan kunnen gaan doen, is op het moment dat we de druiven verkopen, kunnen we een beetje checken hoeveel winst we eruit halen zonder de druiven te bewerken. Want je kan de druiven namelijk veranderen in druivensap en je kan de druiven veranderen in rozijnen. Alleen hebben we die fabrieken nog niet. Dus voor nu gaan we de druiven oogsten en verkopen als de prijs op het hoogste is. En dan hoop ik dus dat we die €12.400 er minimaal uithalen. En het liefste zelfs nog meer geld eruit halen. Maar ik heb er een klein beetje een hard hoofd in. Dus als we hier naar rechts keren, dan kunnen we over het zandweggetje naar onze fabrieken. En achter onze fabrieken ligt de druifgaarde. Dan moet ik alleen een klein beetje oppassen hier, want hier liggen nog wat suikerbieten op de grond. Die kan ik namelijk niet meer oppakken. En dan gaan we beginnen. Ik heb echt oprecht geen idee. Maar het lijkt me dat de plant daar door het midden moet. Maar het lijkt me ook dat ik hem nog moet uitklappen, zodat we wat meer hoogte maken. Daar gaan we. Een stukje omhoog. En dat was het. Dus genoeg hoogte om over de paaltjes te kunnen rijden. Dan zet ik de machine aan. Wat inhoudt dat het binnenin allemaal gaat schudden. En dan is het laatste wat we moeten doen heel goed sturen. En op deze manier over onze boompjes rijden. We hebben 40 liter, 50 liter, 60 liter, 70 liter, 80 liter in de machine zitten. En dit gaat goed hoor. Ja, dit gaat uitstekend. Je ziet ook dat alle prutseltjes en alle dingen die we niet nodig hebben aan de achterkant eruit wordt gegooid. Die worden gewoon op het land gegooid. Hebben we verder niet nodig. Maar alle druiven zelf, die worden opgeslagen in de tank. En de tank zit nu 10% vol. Dus dat houdt ongeveer in dat er 3000 liter aan druiven in kunnen. Het enige dat we dan nog moeten kopen is een speciale druivenaanhangwagen om ze te kunnen transporteren. Want ze passen niet in een normale aanhanger. We hebben daar een speciale aanhanger voor nodig. Dus dat gaat nog wel wat geld kosten. De eerste rij is klaar. Maar wat ik dan wil checken is wat de draaicirkel is van deze machine. En waar we dus weer verder kunnen. Want ik sla nu 3 rijen over. Maar dan komen we wel weer perfect uit. Oeh, ietsje dichter erop denk ik. Ja. Bij deze rij. En dan kunnen we vanaf hier weer verder rijden. Het is heel moeilijk te zien waar we rijden. Maar het gaat nog goed. En het was eigenlijk veel handiger geweest dat het stuur in het midden van de machine zat. Want dan rij je dus eigenlijk over de boompjes heen. En dan heb je een veel beter overzicht. Maar nu, oh, dit is echt heel moeilijk. Want je kan namelijk niet zien waar de boompjes erin gaan. Je kan wel een beetje zien hoe de machine werkt, wat heel erg gaaf is. Maar dit is niet de allermakkelijkste taak. Maar de druiven stromen wel binnen, dus dat is goed. En je moet ook even nagaan, dit is de allereerste oogstbeurt. Dus de opbrengst was nog niet maximaal. Maar we hebben nu al bijna 1000 liter. Terwijl we 2 rijen hebben gehad. En we hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dus 1000 van 2 rijen keer 7, de helft. Dat is ongeveer 7000 liter. En ik moet je zeggen, dat is wel een mooie opbrengst hoor. Dus vanaf hier kunnen we weer verder. En wat ik dan in de tussentijd even ga doen, is ik ga even een aanhanger kopen. Er is alleen één klein probleempje. Want de goedkoopste aanhanger kost €16.500 om te kopen. Maar daar past maar 6000 liter in. En omdat we nu al hebben uitgerekend dat de opbrengst minimaal 7000 liter gaat zijn, kunnen we beter gaan voor de duurdere aanhanger van €39.000. Waar totaal 12000 liter in past. Zodat we in één keer alles kunnen vervoeren. We hebben alleen geen €39.000 meer. Dus wat ik ga doen is, ik ga dat bedrag lenen van de bank. Want binnenkort kunnen we weer heel veel geld gaan verdienen. En kunnen we dat bedrag dus ook meteen weer teruggeven aan de bank. Alleen nu ben ik even aan het nadenken of wij op de aanhanger een afdekcel willen hebben. De ja of de nee. Want als wij de druiven willen opslaan om te wachten op het juiste moment, dan is het heel erg handig om ze op te slaan in de aanhanger. Maar dan hebben we wel dat afdekcel nodig, wat een extra €3000 kost. Oftewel, de aanhanger kost dan €42.500. En dan houden we op onze bankrekening een bedrag over van €128.
We zijn officieel weer blut. Onderweg met onze vent 2-10 Vario zien we de aanhanger al staan. En zie je ook dat ik een fout heb gemaakt. Want ik had namelijk de verkeerde zaadzakken gekocht. Dus ik heb er nu 8 extra over. En de andere 8 die op de aanhanger van onze pick-up truck staan, die moeten wij zometeen eventjes naar de helper brengen. Omdat hij geen zaadjes meer heeft. Dus we moeten zometeen een extra keertje heen en weer rijden. Maar dit ziet er wel echt komisch uit. Die aanhanger is veel breder dan het trekkertje. Maar hij kan het aan. Hij kan het zelfs makkelijk aan. Want ja, dit is onze speciale druiventrekker. Dus dan moeten we hem ook voor deze taak gaan gebruiken. Maar het ziet er niet uit. Het ziet er echt niet uit. Hier moeten we naar links. En hier moeten we naar rechts. En dan komen we vanzelf weer aan bij onze wijngaard. En ik heb ook het kenteken van de aanhanger. Kijk, wijngaard genoemd. Dus deze combinatie laat ik hier heel even staan. Want dan rijd ik heel snel met de pick-up truck even naar onze helper. Want die kan namelijk niet doorgaan. En dat moet wel nu gebeuren voordat het gaat regenen, zoals jullie weten. Dus gas erop. De topspeed is 195 km per uur. De auto haalt ons in. Maar kom op, pick-up. Ja, niemand haalt ons zomaar in. Aan de kans, jij vriend. We geven gewoon vol gas hoor, je dikke vinger. Wij zijn sneller bro. Dan moet ik wel even van baantje wisselen. Want dan moeten we namelijk hier naar links. Oftewel vol op de rem en dat gaat niet al te snel. Met 8000 liter aan zaadjes op de trailer. Maar we zijn er al bijna. Oppassen voor Jakker. Die is lekker aan het chillen daar. En dan zijn we op de plaats van bestemming. En kijk, dit bedoel ik dus. De helper die staat hier stil. En dat is zonde. Dus alle 8000 liter die gooien we weer eventjes in de machine. Dan houdt het wel in dat we opnieuw 6400 euro hebben uitgegeven aan de suikerriet. Dus ik ga dat ook even op mijn lijstje zetten. Want we moeten wel een klein beetje bijhouden hoe duur het is om alles in het land te krijgen. Alle zaadjes zitten erin. Oftewel, de helper is alweer onderweg. Dus succes Bart! Je hebt nog een klein beetje te gaan. Dan kunnen we de pick-up snel eventjes aan de zijkant van dit land zetten. Zodat niemand er last van heeft. En de andere helper is zo te zien ook al klaar. Oftewel veld 50 en 51 zijn volledig ingezaaid met haver. Dus dat heeft hij echt super snel gedaan. En wat ik dan ga doen is ik ga even deze druivenoogst afmaken door middel van een timelapse. Dus ik zeg, geniet van het Monster Cat muziekje. Geniet van de timelapse. En als we ermee klaar zijn, ben ik bij jullie terug. Alle druiven zijn officieel geoogst op hier nog 2 rijen na. Dus wat we moeten doen, is we moeten heel eventjes vooruit dit hele kleine stukje meepakken. En dan moet ik vanaf hier stoppen, de machine ook uitzetten en in zijn achteruit, er terug overheen rijden en dan deze kant op sturen. Want dan zijn dus alle druiven officieel geoogst. De aanhanger staat hier ook al voor ons klaar. En wat we dan doen is we rijden achteruit naar de aanhanger toe. Dan moeten we er niet tegenaan rijden. En dan als we dichtbij genoeg staan, dan kunnen we ze overgieten in de aanhanger op deze manier. En dan gaan we erachter komen
wat de opbrengst was. Ik zei ongeveer 7000 liter, maar ik heb zo'n gevoel dat we er net een paar honderd liter overheen zitten. Want ja, de ene plant deed het beter dan de andere plant, dat heb je altijd. Maar deze machine kan dus worden teruggebracht. Die hebben we nu niet meer nodig. En omdat we hem hebben gehuurd, kunnen we het best ook zo snel mogelijk hem terugbrengen. Voordat we extra geld moeten gaan betalen. Dus voor nu parkeer ik hem even hier. Dan kunnen ze hem zelf gaan ophalen en zelf gaan terugbrengen. En de officiële opbrengst is 7302 liter aan druiven. Dus het afdekcel kan worden gesloten. Dat houdt in dat we de druiven gewoon daarin kunnen bewaren. En vandaar ook dat we zijn gegaan voor een grotere aanhanger. En dan ben ik wel benieuwd wat ongeveer de prijs gaat zijn voor de druiven als we ze gaan verkopen. De maximale opbrengst is in april en mei met een bedrag van ongeveer 2100 euro per 1000 liter. Dus dan krijgen wij er ongeveer 14.000 à 15.000 euro voor. En dan halen we dus net de huurkosten eruit. Maar als wij de druiven veranderen in druivensap, dan krijgen we in het hoogseizoen, wat februari is, 5200 euro per 1000 liter. En dan is het zeker onze tijd waard. En dan is het misschien zelfs waard om de druivengaard te gaan uitbreiden. Maar dan is het ook zeker waard om de oogstmachine te kopen in plaats van te huren. Dus we moeten even kijken hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken. Het liefste wil ik ze sowieso veranderen in druivensap. Maar dat zijn eventjes wat ideeën waar we over moeten gaan nadenken. Want wat ik hierbij ga doen, is ik ga wel weer deze aflevering afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk kaart en blijkbaar zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen en ook alle nieuwe video's. En op dit moment zijn we officieel belut. Want er staat nog 66 euro op de bankrekening. En that's it. Dus ik ben benieuwd hoe het de volgende keer gaat. Maar bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.